Een tragisch ongeval heeft zich vanmorgen voorgedaan aan de Van het Hogeruitstraat. Een autobestuurder die naar onze nieuwsdienst verneemt waarschijnlijk een hartstilstand heeft gehad achter het stuur, raakte van de weg af en is met volle vaart tegen de schutting van het telezuurterrein tot stilstand gekomen. De ingeschakelde arts stelde de dood vast. De politie, die in eerste instantie dacht dat het om een verkeersongeval ging, schakelde de ambulance in. Deze ging echter onverrichte zaken terug.